Welkom bij het prachtige Erfenpunt, waar we vandaag opnames maken van Lerwe nummer 10. Lerwe 10 is een prachtige Deense MKB Super Royal. Het is de enigste in Nederland. En hij is natuurlijk ook nog extra bijzonder door zijn nummer 10. Zoals je ziet is hij enorm groot, 6,5 meter. Maar hij weegt helemaal compleet slechts 1050 kilo. Zoals altijd hebben we natuurlijk weer de assen en de hele remtechniek vernieuwd. Bijzonder is wel dat deze eerst op 4 banden stond. Weliswaar dubbel geschakeld, maar we nu naar mooie, brede 2 banden zijn gegaan, waardoor de balans is hersteld, maar eigenlijk ook best wel veel gewicht is bespaard. Uiteraard hebben we het hele rijgedeelte ook weer vernieuwd. Een mooie koppeling, goede handrem, nieuw nosewiel, wisselbak in ere hersteld en natuurlijk het kenmerkende zwarte Glarivans frame. Zoals bij elke Glarivan hebben we aan de achterkant natuurlijk verschillende serviceluiken. Dat doen we liever niet aan de voorkant, zodat de stijl van de Glarivan identiek blijft en eigenlijk nog een beetje er oud uitziet. Aan de achterkant ontkomen we er niet aan. Deze MKP heeft eigenlijk net een klein verschil met de eerdere toiletten in de andere Glarivans. Dat wil zeggen dat deze een eigen waterreservoir heeft. Die vullen we eigenlijk heel makkelijk door hier met een gieter in te gaan en erbij te vullen. En hiermee natuurlijk kunnen we ook makkelijk onze ontlasting weer storten in het daar bestemde riool. We hebben natuurlijk ook een groot bagageluik, serviceluik onder het bed. Zoals jullie weten, het bed staat vrij hoog, waardoor we heel veel ruimte hebben. Hierdoor kunnen we natuurlijk de vuilwatertank, maar ook de schoonwatertank met extra lange slang, zodat je hem ook vol makkelijk weer kan koppelen. Hierdoor hebben we eigenlijk heel veel ruimte hier onder het bed. Deze Glarivan heeft eigenlijk ook weer de mooie kenmerkende ronde lampjes, ook wel beehives genoemd. En dit keer staan ze niet horizontaal, maar mooi verticaal opgesteld, zodat het van achteren ook fantastisch uitziet. In samenwerking met de klant hebben we deze indeling ontworpen. Dat wil zeggen een prachtig bed, hoog achter in de caravan, in het midden een uitschuifbare tafel met de zitting. En een mooie kopkeuken en een toiletje. Het allereerste wat natuurlijk opvalt aan deze caravan is het gigantische dakraam. Deze hebben we in samenwerking met de klant ontworpen en uiteindelijk een gigantisch gat in het dak gezaagd om natuurlijk heel veel licht te creëren. Er komt in de toekomst nog een plissé voor die heel warmtewerend is en daarnaast ook goed de boel kan verduisteren. Maar je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om 's nachts mooi naar de sterren te kijken. Mocht het uiteindelijk toch te warm worden, hebben we natuurlijk een mooie airconditioning die we met de afstandsbediening kunnen regelen. En dan krijg je eigenlijk allemaal koude lucht uit verschillende punten in de caravan. Daarnaast hebben we voor de avond ook een fantastisch mooi lichtplan gecreëerd. We hebben hier allemaal dimmers op zitten, waardoor je eigenlijk de lampjes heel mooi kan dimmen, zodat de totale sfeer in de caravan 's avonds ook fantastisch mooi wordt. Op dit bed kun je natuurlijk hartstikke mooi rondkijken naar alle kanten. En daarnaast kunnen de 2 volwassenen of kinderen met hun voet onder het bed, waardoor je hier ook 2 mooie volwaardige slaapplekken hebt. De caravan biedt dus ruimte aan 4 personen. De tafel is nu eigenlijk heel mooi opgeborgen. Die hebben we hieronder verstopt via een klep, waardoor we die er zo uit kunnen halen. Eigenlijk zoals een fanlight idee, met een poot die er ook bij aan zit. Die we dan losklikken. En we hebben een prachtige tafel. Caravan heeft een paar geheime opbergruimtes. Onder deze zitting zit een fantastische Truma airco die zowel kan verwarmen als koelen. Komt eigenlijk via deze ventilatiegaten komt die eruit. Maar we hebben eigenlijk ook heel veel mooie opbergruimte hier terug.
Heel veel ruimte onder het bed. Wat natuurlijk ook daarachter nog een serviceluik zit. Met de zacht sluitende scharnieren. En we hebben natuurlijk twee mooie lades hieronder. Uiteraard valt ook de grote koelkast op. Lek veel ruimte voor koude drankjes. En ook nog een mooi vriesvak bovenin. Wat wil je nog meer? We hebben ook een heel mooi toilet gecreëerd met een mooie stoffen wand. Het lijkt klein, maar ik ben 1,90 meter en ik kan eigenlijk gewoon ruimschoots lekker naar het toilet. De eerste caravan met een kopkeuken. Fantastisch oventje. Kun je lekker alles in bakken en braden. En daarnaast een 3-pits gaskookfornuis. Daarnaast hebben we gewoon de lades met zachte sluitsystemen. En natuurlijk mooie kastdeurtjes die zacht sluiten en ook dicht blijven. Uiteraard wil je ook insecten buiten houden. Dan hebben we hier weer een mooie hor. Twee flappen die naar beneden kunnen vallen. En dan hebben we natuurlijk voor alle openslaande ramen weer een combinatie van de hor en van het verduisteringsgordijn.